We hebben een realisatieplan opgesteld waarin we eigenlijk concreet aangeven hoe we de visie op kringlooplandbouw gaan inrichten. En dat is een lijvig boekwerk geworden waarin we heel veel plannen hebben, maar bijvoorbeeld een aantal experimenteergebieden gaan aanwijzen waarin wat meer van wet en regelgeving kan worden afgeweken om te kijken wat er nou precies nodig is om goede principes van kringlooplandbouw toe te passen. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de innovatie die nodig is en het geld dat we daarvoor beschikbaar kunnen stellen. Nou, hier staan we ook in een nieuwe kas. Nou, dit is een kasdek met dubbel glas, waar de isolatiewaarde natuurlijk vele malen groter is. En hier gaan we echt naar 70% besparing toe. Alles wat we doen, moeten we er wel voor zorgen dat die boer het uiteindelijk ook kan verdienen. Nou, dat zijn allemaal belangrijke aspecten die aan bod komen in het realisatieplan. Uiteindelijk ook om te zorgen dat we weggaan van een productie van zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Naar een productie die eigenlijk zorgt voor zo min mogelijk emissies en in balans is met de leefomgeving. In Nederland proberen we zo goed mogelijk het landschap in zijn totaliteit te bewaren. Daar heb je diverse ondernemers en treinbeheerende organisaties voor nodig. Ons hele bedrijf is ingericht voor de weidevogeldoelstelling, om die het zo goed mogelijk te faciliteren, zeg maar. Dus we hebben ons hele het maaibeleid, het weidebeleid, zeg maar, is ingericht voor de weidevogels. En ja, daar probeer je met je bedrijfsvoering zo op in te spelen dat de weidevogels, ja, als het ware in een gespreid bedje komen. Nou, dat betekent dat we op heel veel plekken tegelijkertijd toch wel de schakels om moeten gaan zetten. Ik doe dat niet alleen. Ik doe dat met heel veel partijen, dus iedereen die mee kan doen, hebben we gevraagd om mee te doen. En ik zie dat daar gelukkig ook veel energie zit. We hebben nu drie jaar geleden een coöperatie opgericht. We zitten nu met vijf ondernemers met onze eigen zuivel in 40 verschillende winkels. Daar past ook bij dat je je melk of je producten rechtstreeks aan de stad kan verkopen. Uiteindelijk gaat het om de toekomst van onze landbouw, dat de sector ook echt vooruit kan. Dat we echt weer een goede toekomst hebben voor onze landbouw in balans met de leefomgeving.